vanavond zijn we hier met z'n allen bijeen. Het is een reunie. Wij bestaan al 10 jaar als musicalgroep. Dus degene die als eerste hebben meegedaan, die komen vanavond ook weer eens even hun neus laten zien. En daarnaast is het de onthulling dus van onze nieuwe stichting. We gaan eigenlijk op dezelfde voet verder, alleen met uitbreiding van groepen. Met musicalklassen en met themaklassen voor jongere kinderen. Dus vanaf 4 jaar tot in principe 18. En nadat ze 18 zijn geworden, komen ze bij de volwassen groep. En daar zullen we vanavond ook een stukje van laten zien. We hebben inmiddels redelijk wat voorstellingen al gedraaid. En nu in mei gaan we hier met Ja, zuster, nee, zuster op optreden. Waar we trots op zijn? Ja, eigenlijk alles. Het feit dat we het eigenlijk heel klein zijn begonnen. Met een clubje vrijwilligers van de creatieve therapieopleiding in Amersfoort. En nu tot eigenlijk een enorme grote groep van bijna 30 betrokkenen. Daar ben ik eigenlijk meest trots op. We doen alles vrijwillig en iedereen doet dit op zijn of haar manier en draagt een steentje bij. Ik bedoel, iedereen is welkom en dat is wat we uitproberen te dragen. En dat betekent dat ook iedereen die het leuk vindt om met theater en met musical te werken, absoluut welkom is. En of dat nou techniek is, of zang, of dans, of theater spelen, of misschien wel licht- en geluidambities heeft, ja, die is meer dan welkom. Nou, heel veel plezier vanavond en succes. Dankjewel, gaat lukken. Dankjewel. Gesproken over de opening die we gaan doen. We gaan iets laten zien van de afgelopen 10 jaar. En dat hebben we afgelopen weken met allemaal mensen ingestudeerd van de afgelopen 10 jaar. Dat was natuurlijk ontzettend leuk. En dat gaan we hier laten zien. Maar we hebben ook muziek gebruikt van ongeveer 10 jaar geleden. Dus dat vonden we dan wel zo leuk. Om het dan ook te doen zoals we toen ook deden. En we hopen dat jullie graag genieten. Veel plezier. Applaus uit de zaal voor de